Dan zal dit nu wel doen. Nou, goedemorgen allemaal. Welkom bij eigenlijk denk ik de eerste breakout sessie van vandaag. Mooie keynote gaat waarschijnlijk van Maarten en Femke en Jair. Jair, precies. Ik ben Johan Wittendorp, ik ben oprichter van Identic. Ik ga zo even iets meer vertellen over mezelf. Maar waarom zitten wij hier vandaag? We zitten hier voor het thema hoe houd je als organisatie nou controle over de werkplek en toegang in combinatie met een managed werkplek. Heel lange zin. Wat het eigenlijk zegt is, je neemt een managed werkplekdienst af bij je hotel. Hè, vanuit de workpropositie waarschijnlijk. Alleen je wilt zelf ook nog graag toegang kunnen regelen. Je wilt controle over die IT-omgeving. Nu moet je daar vaak tickets voor aanmaken. Of je moet bellen met de service desk. Maar dat kan misschien ook wel anders. Daar ga ik vandaag wat dieper op in. Nog even kort voorstellen. Nou, wat ik net al zei, ik ben oprichter van Identic. 37 jaar. Jong. Woon samen met 3 vrouwen. Oftewel met mijn vriendin en 2 dochters. Ik ben een gepassioneerde ondernemer. Wat ik zelf altijd zeg, vol energie. Elke dag weer naar kantoor, altijd weer met een laag. Proberen weer het meeste uit de dag te halen. Ja, en onze partners helpen. Nou, Wattel is al 3 jaar partner van Identic. En gebruikt ons platform voor het hele Identity Access Management stuk binnen de Wattel propositie. Ja, veel energie, dus ik hoop dat vandaag ook een beetje bij jullie over te kunnen brengen. He, zodat jullie de dag ook doorkomen. Ik ben in mijn vrije tijd ben ik vaak bezig met het detailen van auto's. Eigenlijk een auto mooier maken dan dat die uit de showroom komt. Ja, een creatief brein. En als ik kijk naar de huisstijl bijvoorbeeld van Identic, dan komt dat uit mijn handen. Ik vind het moeilijk om los te laten. Ik post wel eens interessante dingen op LinkedIn, dus mocht je mij willen volgen, dan kan dat uiteraard via de QR-code. Of zoek mij op LinkedIn, ben ik gewoon te vinden. Als we dan even kijken naar één proces binnen eigenlijk het beheer van een werkplek, dan hebben we het over, laten we zeggen, een huidige situatie voor in, door en uitstroom van medewerkers. Heel bazaal, heel vaak ook wel benodigd. Wat je ziet, is vaak inefficiënt. Handmatig instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Gaat via, via tickets, via e-mail, telefonisch. Soms komen mensen ook nog aan het bureau. Ik heb nu even een nieuwe medewerker nodig. Maak me een kopie van Jantje. En vervolgens was Jantje lid van de OR. En krijgt Pietje ook toegang tot de OR-mailbox. Nou, ik denk dat het heel herkenbaar is voor iedereen. Er is vast wel eens iets dergelijks meegemaakt. Wanneer het allemaal met de hand moet, zie je ook dat het via allerlei afdelingen gaat. Handmatig. Service desk moet van alles uitvoeren. Misschien ook nog wel techneuten die aan de slag moeten. Functioneel beheerders die rechten moeten uitdelen. Misschien inkoop moet nog licentie inkopen. De klok tikt. Nou, wat zien we dan voor uitdagingen bij HR? Is dat je als HR wil je graag accurate medewerkers geven. Die staan nu vaak in verschillende systemen. Er staat data in Active Directory, staat data in Exchange, staat data op, laten we zeggen, op een file server, SharePoint. Ook in het HR-systeem. En misschien nog wel andere systemen. Dat wil je graag accuraat hebben. Datzelfde geldt voor productiviteit van een medewerker. Als een medewerker toegang nodig heeft tot iets, tot een resource in de omgeving, denk een applicatie, een mailbox of iets dergelijks, dan wil je dat zo snel mogelijk kunnen doen. Wanneer je managed werkplek afneemt, Dan ga je er eigenlijk al een klein beetje vanuit dat gebeurt door de dienstverlener. Omdat zij alles voor jou willen beheren. Maar dat kost wel veel tijd, want dat ticket komt binnen. Ja, Wattel bedient niet alleen jullie. Wattel bedient meer klanten, dus je staat waarschijnlijk niet vooraan in de rij. Hetzelfde geldt voor self-service mogelijkheden. Je moet nu altijd een ticket indienen om een bepaald recht uit te willen delen voor een medewerker. Of een medewerker aan te laten maken. Hetzelfde geldt eigenlijk ook wel voor als ik
Als ik zelf een medewerker wil activeren of deactiveren, of ik wil een bepaald recht uitdelen, moet ik daar toch wel weer voor naar de dienstverlener. Want zij hebben dat allemaal in controle. Security and compliance, en door AVG, ISO. Nou ja, NIS 2 komt er natuurlijk aan voor heel veel organisaties. Je moet gewoon voldoen aan wet en regelgeving. En daarbij is ook controle en inzicht over je werkplek, of je IT-landschap, is daarin ook zeker heel belangrijk. Alleen dat is vaak niet bekend, want dat wordt door de werkplekpartij en de dienstverlener, wordt het allemaal geregeld. Dus je hebt geen inzicht. Dat zou je wel graag willen. Als je dan kijkt naar IT, de systeembeheerders, IT, de organisatie van jullie organisatie, of de afdeling. Wat er vaak gebeurt is, het beheer vindt nog plaats via verschillende servers, via verschillende portalen. Ik moet op een domeincontroller inloggen, iets met Active Directory, iets met Exchange. Ik moet op de portalen van Microsoft inloggen voor Teams, voor SharePoint, voor rechten, voor mailboxen. Er zijn er heel veel handmatige acties en zoals je ook ziet aan de rechterkant, worden heel veel rechten uitgedeeld aan verschillende mensen. Iedereen heeft ergens toegang. En uiteindelijk heb je geen idee meer wie nou toegang heeft tot welke zaken. Nou, en als je bijvoorbeeld bij een dienstverlener aansluit, dan hebben zij vaak ook die omgeving in beheer. Alleen degene die omgeving heeft aangesloten, heeft geonboard, die heeft de kennis van jullie, als klant zijnde, van die omgeving. En dat is een risico, want als diegene ziek wordt of uit dienst gaat, dan neemt hij die kennis ook mee. Ja, voor de MSP is elke klant is anders. Nou, daarnaast arbeidsintensief, hoge kans op fouten. Want stel ik moet een nieuwe medewerker aanmaken. En de medewerker heet René. Is het dan een man? Is het een vrouw? Hoe schrijf ik René? Nou, hij stuurt een berichtje door naar IT. Verkeerd geschreven. Vervolgens wordt de medewerker aangemaakt in Active Directory met verkeerde voornaam. Dus de eerste dag komt die medewerker in dienst, die staat op en die ziet zijn naam verkeerd. Nou, volgens mij is er één ding in de wereld waar we heel goed naar luisteren, en dat is naar onze naam. En als die al niet goed gespeld is, dan begint die eerste dag begint eigenlijk al met een achterstand. Daarnaast zijn er ook vaak heel veel adminrechten in omgevingen. Dus mensen krijgen te veel rechten. Toegang tot die volledige Active Directory. Kost heel veel. Kost heel veel tijd, maar kost ook heel veel beheer. Want ik weet niet meer wie nu allemaal een admin is, wie allemaal die rechten kan uitdelen, wie mutaties kan uitvoeren binnen een omgeving, waardoor het ook minder veilig is. Want stel, je account wordt om wat voor reden dan ook gehackt en je hebt heel veel rechten binnen je omgeving, vaak adminrechten, ja, dan is dat ook direct de ingang voor zo iemand. Om bijna vrij spel te krijgen. En met alle gevolgen van die. Ja, en daarnaast, omdat je veel verschillende servers, veel verschillende portalen moet gebruiken, moet inloggen met allerlei procedures en handleidingen, is het ook vaak heel inefficiënt. Kost het ook veel tijd. Ja, maar wat willen we? We willen dat dingen snel geregeld zijn. We willen dat we snel toegang hebben tot bepaalde resources. Mailboxen, SharePoint sites, et cetera. Ja, hoe helpt Identic daar dan bij? Nou, wij zijn ooit ontstaan uit een MSP. We waren ook een IT-dienstverlener voor Identic. Ik was een van de eigenaren van het mooie bedrijf. Nou, wij managen ook werkplekken. Volledig gestandaardiseerd. En hoe deden we dat? Door middel van standaardisatie in ons proces. Standaardisatie in ons IT-landschap. Als in, elke klant bij ons was hetzelfde. In ieder geval, aan de voorkant was de klant hetzelfde. Want dat deden wij met behulp van self-service. We hadden een portal ontwikkeld, waarbij je eigenlijk alle klanten op één en dezelfde manier kunt bedienen. Dus als klant A belt, dan kan ik hem direct bedienen. Kan ik direct een mutatie uitvoeren, een bepaald recht uitdelen. Als klant B, C of D belt, dan kan ik daar eigenlijk binnen 3 klikken, kan ik ook voor die klant een mutatie uitvoeren. Dus stel, jullie komen als nieuwe partner binnen bij Wortel, of als nieuwe klant. Zij onboarden jullie op ons platform.
Morgen belt de eerste medewerker die een probleem heeft. En Wortel kunnen jullie direct helpen. Het scheelt enorm veel tijd. Want ze hoeven niet naar die beheerder om te vragen hoe heb je de omgeving ingericht van deze klant. Wat zijn de procedures? Nee, alles is geborgd in één portaal. Want dat doen we met een centraal portaal. Self-service portal. Waar zowel Wortel als jullie op kunnen inloggen. En het mooie is dat het geautomatiseerd een uniform proces is. Dus als ik een nieuwe medewerker aanmaak, gaat het altijd op dezelfde manier. In een vervolgstap kan ik zelf ook nog een functierol toekennen aan zo'n medewerker. En dat zijn de zaken die hij of zij nodig heeft om een werk goed uit te kunnen voeren. Applicaties, mailboxen, recht op SharePoint sites, misschien nog wel recht op file shares. Wordt ook nog wel veel gebruikt. Waarbij het kennis in het platform geborgd is. Uniform beheer, wat ik net al zei. Arbeidsarm, weinig kans op fouten. Want je kunt het allemaal gewoon vanuit je systeem kun je al die rechten en mutaties uitvoeren. En jullie kunnen dat dus ook zelf. Want dat is een groot voordeel. Jullie kunnen gedelegeerd ook rechten krijgen op je eigen IT-omgeving. Waardoor het eigenlijk ook veel veiliger is. Hè? Want je hoeft minder rechten te hebben. Toegang tot de onderliggende systemen, zoals Active Directory of Exchange, etc. Dat loopt allemaal via onze portal. Uiteraard gelogd, veilig. En het bespaart heel veel tijd. Want jullie kunnen zelf die mutatie uitvoeren. Jullie hoeven geen ticket meer in te dienen van morgen komt Piet in dienst. Of Jan gaat een nieuwe functie bekleden. Was change manager, wordt nu service manager. Nou, daar horen nieuwe rechten bij. Nieuwe applicaties wellicht, nieuwe mailboxen. Wat ons platform dan eigenlijk doet, is wij brengen al die onderliggende systemen brengen wij samen. Van jullie Active Directory, of dat nou in Azure zit, of een lokaal of hybride is, maakt niet uit. Of dat alle Microsoft onderdelen die we bedienen, bijvoorbeeld ook Azure Virtual Desktop, Intune, dus ook je devices kunnen managen. Zelf ook devices kunnen importeren, die je via Wortel hebt geregeld. Rechten uitdelen. Integratie met HRM-systemen, kom ik zo nog even op. Ja, licentiemanagement, kan zelf ook licenties plus en minnen. Dus daarvoor hoef ik niet meer in allerlei andere portalen. Kan ik gewoon in Identic uitvoeren. En we hebben integraties met allerlei andere softwareleveranciers. En het rijtje wat je hier nu ziet staan, dat zijn dus gewoon een beperkt of een beknopt overzicht van wat we bieden. We bieden nog veel meer oplossingen. Dus dan krijg je een self-service portal. Nou, zoals je hier ook aan de rechterkant ziet. Een mooi GUI. Gebruikersoverzicht. Als ik naar een gebruiker toe ga, kan ik die gebruiker ook direct bedienen. Wachtwoord reset, noem maar een voorbeeld. Dat is allemaal gewoon te managen binnen ons platform. En het mooie is, je bent zelfredzaam. Maar het is ook 24/7 beschikbaar. Dus stel, een medewerker van jullie organisatie heeft een probleem. Is wellicht op vakantie. Laptop wordt gestolen. Kan die heel snel met een key user binnen jullie organisatie. Kan die bellen. Key user logt in op Identic. Klikt de gebruiker aan. Klikt op het device. Zegt wipe. Dat proces is binnen 5 minuten te regelen. Daar waar je nu wellicht de escalatielijn moet bellen. Uit moet leggen wie je bent. Ben ik überhaupt wel die persoon? Dat is al lastig. Dan moet diegene nog allerlei procedures en handleidingen door. Want ja, waar moet ik terecht voor intune? Bijvoorbeeld, het inloggen op de Microsoft portaal kost heel veel tijd. En wat willen we? We willen snelheid en we willen dat het goed gebeurt. En veilig natuurlijk. Je hebt ook vervolgens ineens inzicht in IT. Want in Identic zie ik ook eigenlijk mijn hele IT-omgeving terug. Aan applicaties die ik heb, aan mailboxen, aan contactgroups, distributielijsten. En maar ook je Azure Resources bijvoorbeeld of Azure Virtual Desktop. Mijn Conditional Access Policies. Kan ik allemaal managen in Identic. En ook je functierollen. Want wat er nu vaak gebeurt is dat mensen individueel rechten krijgen tot een mailbox of iets anders. Nou, wanneer je vanuit functierollen gaat werken, krijgen mensen toegang tot een functierol of een functie. En in die functie is bepaald welke rechten zo'n medewerker krijgt.
En dat kunnen dus ook rechten zijn tot SharePoint of tot een document library binnen SharePoint. En je hebt natuurlijk heel snel inzicht. En komt die auditor langs en die vraagt, joh, laat maar even zien welke rechten deze medewerker allemaal heeft. Dan pak ik Identic, klik ik de gebruiker aan. Heb ik direct inzicht in waar die allemaal bij kan. En daarnaast ben je natuurlijk sneller geholpen, want jullie hoeven geen ticket meer in te dienen. En wat je zelfs nog kunt doen is delegeren van rechten binnen Identic in je organisatie. Dus stel, jullie hebben nu key users die het beheer uitvoeren van jullie gebruikers binnen de werkplek. Dan kunnen jullie ook zeggen van ik wil HR-medewerkers, wil ik nog een bepaald recht toekennen om alleen maar iets in te kunnen zien. Of misschien mogen ze wel een mutatie doen van het telefoonnummer van de medewerker. Zo ver gaat het in ons platform dat ik eigenlijk van knoppen, panels, menu-items, etc. kan ik allemaal instellen of je dat mag lezen, of je dat mag schrijven, of je iets mag toevoegen of je iets mag verwijderen. Ja, zeker mag dat. Ja hoor. Ja, ja. Sommige mensen hebben ook weer extra rollen. Mm-hmm. Als ze niet zijn. Maar goed, het is eigenlijk geen goed voorbeeld, maar ze hebben een andere rol. Ze gaan naar een andere functie. Ze krijgen een andere functie. Ja. De autorisatierol, omdat ze een andere functie hebben. Dus de oude gaat weg. Mm-hmm. Maar die extra rollen, die blijven vaak bij die mensen hangen. Hoe doen die dat? Nou, kom ik zo op. Daar kom ik nog wel even op straks. In basis is het natuurlijk zo dat je hebt een bepaalde functierol. Je krijgt een nieuwe functie. Zet je die oude rol zet je uit. Nieuwe functie zet je aan. Dan haalt hij ook alle rechten haalt hij weg die je niet meer nodig hebt. En nieuwe rechten die blijf je behouden. Van die nieuwe functie. Ja, individuele rechten kan ik ook terugzien in Identic. Die zou je kunnen controleren vanuit de service desk. Of je die key user hebt. Ja, maar dus daar kom ik straks op. Ik wil niet te veel verklappen. Ja, het is veel veiliger omdat je ook gecontroleerd toegang krijgt tot je omgeving. En dat is wat je graag wil. Mijns inziens, je wil wel je IT-werkplek uitbesteden aan Wortel, maar je wilt wel grip en controle houden. En inzicht hebben. En niet Wortel hoeven bellen. Maak maar even een lijstje van welke medewerkers nu recht hebben tot deze mailbox. Nee, dat kan allemaal in Identic. Kun je allemaal rapportages kun je daar maken. Kun je inzichten creëren. Specifiek voor allerlei doeleinden. Effecten van werken via een self-service portal voor jullie is dat je eigenlijk in door een uitstroom ook vereenvoudigt. En die lifecycle ga je vanuit een simpel systeem, intuïtief platform, ga je eigenlijk dat beheren. En voor je audits en compliance, ja, die doorlopen gewoon veel sneller een audit. Omdat je inzicht hebt, je hebt grip. Je hoeft niet constant weer naar Wortel te gaan en te vragen, joh, ik wil graag een lijstje van dit of van dat. Nee, dat kun je over het algemeen zelf. Ja, Wortel heeft een aantal mogelijkheden in de propositie. Met, hoe moet je het zeggen? Een aantal opties. Ben je een key user in Identic, dan mag je dit. Ben je een service manager, mag je dat. Ben je HR, kun je dat. Ben je een systeembeheerder, dan kun je misschien nog wel veel meer in ons platform. Daar zijn een aantal standaarden voor gecreëerd. Nou, je hebt regie op IT, dat je dus weet wie welke toegang heeft tot welke resources. Maar je weet ook wie welke actie heeft uitgevoerd. Wie heeft toegang gekregen en door wie is die toegang dan ook toegewezen. En het is veilig, snel en betrouwbaar. Want die mutaties worden vanuit één gestandardiseerd proces, worden ze voor je uitgevoerd. En altijd op dezelfde manier. Dus waar je, als je een service desk belt, die medewerker op de service desk het op deze manier uitvoert. En een medewerker van een... Van andere medewerkers voert het weer op een andere manier uit. Zonder Identic. Dus ja, minder kosten op IT. Want je bent veel sneller. Grip en controle. Je hebt inzicht. En een stukje regie. Maar toch heb je een werkplek uitbesteed. Laat je dat door Wortel verder allemaal regelen. Maar je hebt wel die grip. En dit is met de hand. En dat brengt al heel veel. Maar we kunnen ook nog iets verder gaan. En dat is met HR Automation. Want nu gaan we nog steeds die gebruiker aanmaken in het portaal. Nu gaan we die rechten nog steeds uitdelen in het portaal. En volgens mij weten we allemaal wel
de situatie, of kennen we de situatie, dat je meer gebruikers in AD hebt dan op de payroll? Dat komt omdat mensen uit dienst gaan. En er komt een post-itje op iemand zijn scherm. Piet gaat volgende week uit dienst. En vervolgens ben ik zelf ziek. Piet is niet verwijderd. Of is niet gedeactiveerd. Eigenlijk heb je de dag nadat hij uit dienst is, heb je al een datalek te pakken. Want die medewerker kan gewoon inloggen op de systemen. Maar dat mag hij niet meer. Dan gaan we even terug naar deze slide die ik in het begin ook al liet zien. Ja, doordat het allemaal handmatig gaat en via allerlei afdelingen loopt, ja, de klok tikt, kans en fout is natuurlijk nog steeds aanwezig. Het is gewoon inefficiënt. Nou, met ons platform kunnen wij dus ook dat hele in- door- en uitstroomproces, de Identity Lifecycle, automatiseren. Dus vanuit bijvoorbeeld een AFAS, een Numbers of FISMA Raad, UFORS BOFOR, hele lange naam, maar. Dan weten de mensen weten waar we het over hebben. Kun je dat proces automatiseren? Dus je HR-systeem wordt de bron voor IT. Daar staat René ook al opgevoerd. Want René, de contractbesprekingen gingen met HR. Medewerkers opgevoerd in het HR-systeem. Dus daar staat die data al. Waarom zouden we dat dan niet geautomatiseerd al overnemen? Dan weten we ook direct hoe René geschreven is. We weten dat René een vrouw is. Of een man. En al informatie waarvan wij vinden dat het ook in AD of in Exchange moet komen te staan. Kunnen we direct ook meesturen. En het mooie is. Op basis van een functie. Krijgt die medewerker ook automatisch alle rechten die hij nodig heeft. Voor zijn rol. Of rollen. En gaat die medewerker, krijgt hij een promotie of een functiewijziging, kan natuurlijk ook, dan zorg je vanuit het HR-proces dat die medewerker weer de nieuwe rol krijgt toegewezen. Dus het probleem met dat ik vergeet om die rechten weg te halen, is er dan niet meer, want het wordt vanuit HR, wordt dat gestuurd. Dan gaan we er wel even vanuit natuurlijk dat HR in controle is, hè? Dat hij ook dat allemaal keurig netjes opvoert. Maar ja goed, daar gaan we volgens mij altijd, daar moeten we wel van uitgaan. Nog veel belangrijker, als je die Identity Lifecycle geautomatiseerd hebt, dan heb je maar een deel van de keten. Want we hebben nog steeds dagelijks beheer. Die medewerker die nu even snel toegang nodig heeft tot een bepaald project. Tot een document library, tot een shared mailbox. Dat kan niet via dat HR-systeem. Dus dat moet je al vanuit een self-service portal kunnen doen. Nou, dat is wat Identic dan natuurlijk ook biedt. Doordat het hele in-, door- en uitstroom wordt geautomatiseerd. Want de medewerker wordt ook automatisch geactiveerd of gedeactiveerd bij indienst en bij uitdienst. Dus dat het vergeten wordt dat die medewerker uit dienst is gegaan, is ook niet meer van toepassing. Dus daar heb je ook direct al een security risico mee beperkt. Ja, en het dagelijks beheer natuurlijk, ja, die individuele rechten, die kan ik vanuit Identic nog steeds heel mooi uitvoeren. En wordt keurig gelogd. Individuele rechten worden keurig netjes uitgedeeld. Device kun je inderdaad makkelijk wipen. Kan ik ook herstatten. Policies op toepassen. Compliance policies kan ik ook direct inzien. Ik kan ook configuratieprofielen vanuit Intune direct aan een functierol bijvoorbeeld koppelen. Zodat medewerker van HR ook daadwerkelijk de juiste applicaties op het device krijgt. Maar goed, dat zijn zaken waar Wortel bij kan helpen. En soms heb je natuurlijk nog steeds medewerkers die niet in het HR-systeem staan. Die kan ik dan wel via de Identic Self-Service Portal. Kan ik ze nog steeds met de hand opvoeren. Volgens het gestandardiseerde proces. Dus ook daar ben je weer in controle. Dan even heel kort, denk ik, deze slide. Een beetje een samenvatting van HR in controle over IT. Je hebt indoor- en uitstroom dan geautomatiseerd. Nou, staat een einddatum, functierollen, eventueel manager. En de meeste HR-systemen kunnen we ook de manager synchroniseren. Dat is mooi voor die organigram die je in een bepaalde Microsoft-tooling terug kunt laten komen. Ja, verbeterde compliance en security natuurlijk. Want het is geautomatiseerd. Op de juiste momenten worden de juiste rechten toebedeeld of afgenomen. En HR is weer controle over IT. Hey, we zijn weer met elkaar aan het samenwerken.
Dit vindt HR ook heel eng. Want, ik weet niet, hoe lang hebben we nog? Oh, mooi. Want, voordat dit allemaal gaat werken, moet wel die basis op orde zijn. Moet het HR-systeem moet keurig gevuld zijn met alle medewerkers. Het hele functiehuis moet netjes worden opgezet. Je moet er in de organisatie moet je aan de slag met functionele autorisatiematrixen. Je moet gaan bepalen wie krijgt welke rechten, tot welke resources. Maar ik moet ook heel simpel het employee ID wat in het HR-systeem staat, moet ook terugkomen bij de gebruiker in AD. Doen we dat niet, dan is er geen match te maken en zal die gebruiker bij het aanzetten van die koppeling opnieuw gaan aanmaken. Hij maakt wel Jantje 2 aan, geen probleem. Doe precies wat hij moet doen. En je moet je functiehuis moet je ook gaan plotten naar inidentic. Daar moet ik dus mijn functie HR medewerker, moet ik daar gaan definiëren. Daarnaast moet ik ook die functierol in Identic gaan koppelen aan een functierol in AFAS. Dan moet ik gaan mappen. Nou, vanuit ons systeem is dat allemaal redelijk eenvoudig te doen. Heel flexibel. Ik kan ook heel makkelijk aangeven welke velden wil ik bijvoorbeeld uit het HR-systeem halen en in AD zetten. Nou, rollen, groepen, toewijzen, verwijderen. Nou, vanuit een functie of organisatorische eenheid. Logging van mutaties. Het is heel traceerbaar. Ja, want je wil graag weten, ja, wanneer is dan dat 06-nummer aangepast van die medewerker? Nou, dat was gisteren. En het oude nummer was 06123. En het nieuwe nummer is 06456. Ook vanuit compliance wetgeving wil je weten wat er gebeurt. En ook dus voor die HR-integraties hebben wij daaraan gedacht. Ze zijn gestandaardiseerd. Dus stel je zegt, ik wil graag op een standaard werken. Dan zijn dit soort integraties vanuit de standaard ook redelijk snel op te zetten voor jullie. Dan wil je allerlei complexe uitzonderingen die voor jullie heel belangrijk zijn. Ja, dan is dat toch wel een stukje project. En dan zijn er wel kosten aan verbonden. Maar goed, er zijn partijen die hebben 2000 gebruikers en die werken met een standaardkoppeling. Dan moet je voor jezelf dan ook nagaan van ja, ben ik dan wel zo speciaal dat er voor mij allerlei uitzonderingen gemaakt moeten worden. En want elke uitzondering is natuurlijk risico. En over 5 jaar denken we weer terug, waarom hebben we die keuze toch gemaakt? Ja, geen idee. Maar laten we het dan eens anders doen. Daarbij is van belang dat je met kleine stappen gaat beginnen. Zorgen dat die basis op orde is. Dat de medewerkers in je Active Directories en je Microsoft-omgeving, dat het allemaal klopt. Dat je inzicht hebt in wie heeft nou welke rechten nodig. En vanuit zo'n functionele autorisatiematrix. En er zijn ook allemaal templates voor beschikbaar. Wattel helpt daar uiteraard ook bij. Begin klein. Dus ga eerst aan de slag met het self-service portaal. Dat je zelf heel veel mutaties kunt uitvoeren. Zelf die medewerker kunt aanmaken of rechten kunt uitdelen. Dat is de basis. Daar begint het. En ga dan verder met het koppelen van HRM-systemen. Aan de slag met die functierollen. En voordat je met functierollen aan de slag kunt gaan, moet je basis wel eerst op orde zijn. Moet alles wel te beheren zijn ook. Vanuit een gestandardiseerde omgeving. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Standaardiseer. Standaardisatie beperkt die uitzondering. Vaak hoeft het allemaal niet zo speciaal. Ik ben van mening dat hoe meer je standaardiseert, hoe meer grip en controle je houdt over die IT-omgeving. En probeer het dan wellicht in procedures of in processen vast te leggen. Hè, de uitzondering. Maar probeer dat zo min mogelijk in tooling te doen. Anders zit je weer aan die tooling vast met je processen en wil je het een keer wijzigen. Kost het weer heel veel tijd om dat door te voeren. Houd simpel. Houd echt simpel. En door klein te beginnen, heb je snel resultaat. Ja, bij de grote stappen heb je geen resultaat. Want wat we natuurlijk graag altijd willen, is vandaag horen we een heel mooi verhaal. En we willen het allemaal morgen.
Maar we zitten, vandaag zitten we nog steeds met adminrechten in die, op die domeincontrole te klooien. Maar morgen willen we het graag helemaal allemaal opgelost hebben. Maar zo snel gaat dat gewoon niet. Dat heeft allemaal tijd nodig. Ja. Dus als je hè, nu een, de werkplekdienst of nog geen werkplekdienst afneemt bij, bij Wortel. En je wil graag zelf ook meer controle en regie hebben op die werkplek. Ja, dan zou ik zeggen, ga in gesprek met je contactpersoon. Want dit zorgt voor enorm veel efficiëntie. Je kunt zelf al die mutatie gaan uitvoeren. Je bent veel sneller geholpen. Je medewerkers zijn veel meer tevreden. Want ze kunnen direct aan het werk. Als ze even toegang nodig hebben tot die bepaalde projecten, SharePoint site. Noem even wat. Nou, wij zijn uiteraard onderdeel van die propositie. En ja, we helpen uiteraard, uiteraard graag. Dus ja, wanneer start jij met die moderne werkplek? Dan ben ik wel even benieuwd wie al op de managed werkplek zit van Wortel. Wie nog niet? Wie zit er wel op? Wie zijn Wortellers? En dan is er veel, nog veel te doen. Maak jullie al gebruik van mensen die nu nog niet een propositie als, als de WorkManage desktop hebben? Maak jullie al gebruik van self-service? Heb je al een portaal waar je wel al die mutatie kunt uitvoeren? Of kunt automatiseren? Dat ze heel inderdaad vaak maatwerk toepassen naast het geautomatiseerde proces. Waardoor dus, wat je zegt, te veel maatwerk is weer geen overzicht, geen inzicht. Mensen die van een rol veranderd zijn, van functie veranderd zijn, nog steeds recht hebben van twee overleden. Ja. Dus met de zij van zoveel mogelijk, of zo weinig mogelijk maatwerk, zoveel mogelijk standaardisatie heel belangrijk. Want zelfs een grote organisatie waar ik nu zit, met 6000 plus medewerkers, ja. Hebben ze een goed HR-proces, hebben ze mooie procedures, maar toch heeft een beetje extra rechten nodig om, noem maar op. En daar begint het verbonden. Ja. Het belang van standaardisatie is wel echt key. Ja. Ja, en houd gewoon bij, bij de best practice, common practice. Ik denk dat dat wel een belangrijke is voor nu. Ik ben benieuwd of er vragen zijn. Ja. Niet al verleidelijk worden of je wel in hetzelfde zit. Nou ja, als ik in het HR-systeem heb, ben ik nu medewerker voor van change management. Heb ik een rol toegewezen gekregen binnen mijn Microsoft-omgeving van change manager. In die change manager rol zitten applicaties, zitten mailboxen, zitten distributielijsten, van alles en nog wat. Precies. Morgen verandert die van functie. Gaat die naar service management of sales. Nou, dan moeten natuurlijk al die rechten die hij nu heeft op die change manager, dat moet weg. Nou, vanuit die koppeling wordt dan automatisch die rol wordt afgenomen. De koppeling ziet, hé, wacht even, geen change manager meer. Hij heeft nu een nieuwe functie, dat is nu sales. Haalt hij automatisch die rechten van die change manager haalt hij weg. En de rechten van sales worden toegevoegd. Uiteraard helemaal geloofd. Ja. Ja. Financieel nog iets doen. Maar die niet als weg te hebben. Om dat werk te stijlen. Ja. Hij krijgt het toegewezen. Maar dat zit niet in het HR-systeem. Dat gaat allemaal buiten het HR-systeem. Ja. Hoe gaat het dan daar? Extra rollen die je dan krijgt. Als je gaat, van functie gaat werken. Change manager gaat iets anders doen. Gaat ook niet meer bij financiën werken. Maar moet dus gewoon een nieuwe rol krijgen. En die extra rol moet ook afgenomen worden. Want hij heeft geen rechten meer nodig.
Ja, de verschillende klanten maken gebruik van verschillende oplossingen. De ene die maakt extra rollen aan binnen het HR-systeem om toch die specifieke rechten geautomatiseerd te regelen. Andere partijen die zeggen, wij hebben in Identic hebben we gewoon extra rollen aangemaakt en daar kennen we mensen individueel gewoon recht op toe. Moet je wel bijhouden uiteraard. Ja. 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 Nou ja, we bieden daar wel oplossingen voor, maar het is niet voor deze sessie. En wat je, nou ja, klein inkijkje, wij bieden ook bijvoorbeeld mogelijkheden om op basis van een approval workflow mensen rechten te geven. Eventueel ook tijdelijk. Het zou kunnen zijn dat je dus nu tijdelijk, ik zo'n half jaar toegang moet hebben tot een team. Omdat je daar een project in uitvoert. Of misschien vier weken. Dan zou je dat op die manier kunnen doen. En vanuit een beetje just-in-time access. Alleen daar gaat deze sessie nu even niet over. Zo zou je. En anders moet je het bijhouden in je ticketing systeem. Moet je daarbij, oké, medewerker, deze rechten. Dat soort zaken. En het is gelukkig allemaal terug te zien. Ja. Ja. Nu krijg je echt de details in een duidelijke detail voor een vreemde. Ja, gebeurde dat niet. Dat is ja, ik zeg altijd, als je nu belt met de serverdesk, dan heb je al die simpele vragen. Die wel 100 keer worden beantwoord in de maand. Maar straks, als je het zelf allemaal kunt, ja, wat ik zei, die 24x7 zelf heel veel kunnen doen. Ja, dan ga je straks bellen met de service desk van Wattel. En dan heb je het over hoe ga ik een bepaald iets in mijn organisatie embedden. Een stukje adoptie van bepaalde onderdelen. Of ik wil graag iets bereiken met Viva Engage of met Teams of dit of dat. Dan zijn dat de vragen. En door met een Identic aan de slag te gaan vanuit zo'n workpropositie. Ga je jezelf eigenlijk ook naar een hoger volwassenheidsniveau. Also, ook vanuit de organisatie. Kun je meerdere functies gaan opzommen? Absoluut, ja, zeker. Ja. Dus wat je kan doen als je dan tijdelijk iemand bij de financiële afdeling gaat werken en tijdelijk de rol van de functie van de financiële afdeling te kennen. En dan heb je dit in controle en dan heb je een stevige gestandardiseerde oplossing. Bij elke identity next management oplossing natuurlijk. Hetzelfde probleem met een BHV'er. Dat is ook zoiets dramatisch, want die BHV'er gaat ook op het team zitten, die gaat ook op afdelingen heen. Kunnen ze een speciale rol of groep van maken en een andere functie krijgen. Zij heeft de BHV-functie bestaan, de rekening erbij horen. En dan gaat er wel van change management dat het verandert. Change management is zelfs, dat gaat dan gewoon veranderd worden en de BHV blijft bestaan. Maar het valt of staat met de toepassing van de nieuwe functie en rol, standaardisatie. En dat vraagt ook iets van jezelf als organisatie. Ja. Dan krijgt hij ook toegang tot misschien gegevens die hij niet mag zien. Nee, maar daar kun je zelf ook subrollen van maken. Dan maak je een functie en in die functie heb je rollen. Je hebt een functie, ik ben van de financiële afdeling, maar mijn rol is financial controller. Ja. Of ik ben administratiemedewerker. En daar maak je dan allemaal specifieke rollen voor. Maar dit zijn zaken die kun je niet alleen bij een werkplekdienstverlener neerleggen. Dit vergt ook iets van jezelf, van je eigen organisatie. Soms wordt het wel eens gezegd, kom ik wel tegen. Ja, jullie als partner zijn dan ook verantwoordelijk voor dit, om dit te regelen. Ja, zo werkt het niet. Jullie kennen je eigen organisatie het best. Dus wij zijn naast van de receptie, dan willen we dat niet. Rechten geven, dan denk ik, omdat het profiel, de gebruiker te zien, het profiel wel aanpassen en op steeds springt. Mm-hmm. Dat scheelt de service desk wel heel veel werk. Ja. En zo zie je het ook bij andere organisaties, dat gewoon de rollen weer verdeeld moet. Ja, ik vind dat de kwaliteit van dienstverlening gewoon echt omhoog gaat. Nou ja, maar je doet het dan samen als organisatie zelf in plaats van. En het mooie is, stel jullie maken straks gebruik van die workpropositie met Identic daar binnenin. En je hebt het te druk, je hebt even geen tijd of je bent ziek binnen je organisatie.
en een medewerker wil graag een mutatie doorgevoerd hebben, dan kun je dit nog steeds laten uitvoeren door Wortel. Want Wortel heeft toegang tot hetzelfde portaal als waar jullie zelf ook toegang tot hebben. En dan kunnen ze het zelfs gedelegeerd, kun je door middel van, ja, we noemen dat impersonation, kan ik zelfs als Worteller namens jullie, service desk medewerker of een key user, die actie uitvoeren. Ook vanuit je traceability en auditing. Ik zag nog een vraag. Ja, stel dat iemand buiten dat hele proces met Identity of Work toch rechten heeft in Azure en daar zaken aanpast. Kun je dan vanuit Identity de policies of de profielen weer doorpoesten, zodat die wijzigingen ongedaan worden gemaakt? Want je ziet natuurlijk altijd dat buiten Identity altijd nog wel beheerdertjes schoonloopt met de wilde rechten. Ja, dat probleem moeten we eerst aanpakken. Ja, precies. Maar dat gebeurt natuurlijk dan niet altijd. Ik zie bij mijn klant ook, daar hebben we nu Workday. Uh-huh. En dat is allemaal 80%, 90% goed ingericht. Maar er lopen toch nog wat van die mensen rond met de rechten die dus buiten het proces aanpassingen gaan lopen doen. Ja. En die aanpassing wil je eigenlijk helemaal ongedaan maken vanuit je broad systeem, wat Identity of AR is. Ja, daar doen we nu niet zo heel veel mee met dat stuk. Dat kan wel. Nee. Nee, kan nu niet. Dat zal wel een plus zijn, want processen worden vaak goed beschreven, maar in de praktijk niet goed uitgevoerd. Nee, klopt. Maar door met Identity te gaan werken, heb je ook waarschijnlijk niet zoveel rechten, of minder mensen rechten nodig, tot die onderliggende systemen. Want als je hier rechten goed gaat uitdelen in onze portal access rollen, dan hoeven mensen misschien helemaal niet meer in die Azure-omgeving of in die AD. En de mensen die er nog wel bij kunnen, ja, die hebben we natuurlijk gewoon goed uitgelegd. Dit is hoe je werkt. En als je mutatie moet, dan doe je dat in het self-service portaal. Dat snap ik ook. Ja. Maar goed, blijf wel werken. Nou, dan sluit ik af met een quote. Ja, dat is altijd lastig. Maar dit slaat denk ik ook wel mooi op wat wij aan het doen zijn. Jouw omgeving is zo veilig als de zwakste schakel. Denk aan afgelopen weken zijn er allerlei documenten gedeeld vanuit het Pentagon over de oorlog. Ja, dus kan alles zo goed beveiligd zijn. Maar wij als mensen zijn toch vaak verantwoordelijk voor die lekken in. In omgevingen. En daarom zeg ik altijd, zoveel mogelijk standaardiseren, gecontroleerd vanuit een portaal gaan managen, zodat je risico op, dat de zwakste schakel, dat kan natuurlijk al een heel hoog niveau zijn, en dat je dat zo goed als mogelijk beperkt. Ja, nogmaals, standaardiseren. Nou, mochten jullie mij nog willen spreken, ik ben hier, ik loop nog wel rond. Vragen hebt, schiet me gerust aan. Ik ben er nog wel even. En dan wil ik jullie danken voor jullie aanwezigheid. Dankjewel.